kunnen wij toezien op iets wat slimmer is dan wij. Ja. De uiteindelijke vraag die hieronder zit is, hoeveel zijn wij waard als mensen? Wat is onze identiteit en wat maakt ons speciaal ten opzichte van machines? Want als we dat niet hebben, als we dat niet kunnen vinden, dan is het uiteindelijk de machine die het gaat bepalen. En daar zullen we zelf toe beslissen. Die u niet ziet. En dat is waar dit verhaal over gaat. Want die leerlingssystemen, die worden bijvoorbeeld gebruikt bij identificatie van personen. Als het gaat om het herkennen van personen aan de hand van de iris, vingerafdrukken. Als je naar Amerika gaat, dan worden zowel de iris als de vingerafdrukken even gescand. Dat gebeurt op basis van lerende software. Gezichtsherkenning werkt ongeveer hetzelfde, objectherkenning. Fraudeleuze transacties in het bankverzekeringswezen, financiële wereld. En dit was 6 mei 2010. En het waren niet zozeer mensen die alleen maar aan het handelen waren. Het waren computersystemen die tegen elkaar aan het handelen waren. Dus de computersystemen handelden. Niemand weet waarom er op een gegeven moment een bodem in je handel kwam. En dit was nog steeds tot op de dag vandaag niet helemaal bekend is waardoor het veroorzaakt werd. We weten alleen dat het 20 tot 30 minuten geduurd heeft. En de wereld is eigenlijk aan een derde economische crisis ontsnapt in dat tijdbestek. En dan het onderzoek daarnaar, dat heeft 6 maanden geduurd. Dus mijn probleem hiermee is, er waren trouwens niet heel veel conclusies, maar misschien moeten we nog meer van die circuitbrekers aanleggen. Nou, in mijn inleiding hiernaar heb ik al min of meer proberen aan te geven dat de circuitbrekers waren onderdeel van het probleem. Omdat ze namelijk zo waren ingesteld dat ze verkeerd reageerden op die dalingen en op de acties van andere circuitbrekers. Nou, nog meer circuitbrekers lost geen probleem op. Dit kan echt dingen opleveren. Mijn verhaal is dat wij niet klaar zijn voor lerende systemen. De maatschappij is er niet klaar voor. En tot nu toe hebben we dus alleen maar te maken gehad met redelijk voorspelbare informatietechnologie. Die er zo zijn. En dan kom je dus op het punt van rechten en plichten terecht. Dus de maatschappelijke inrichting. En het tweede deel van mijn antwoord is de overloop tussen mens en machine. Ja, die zal natuurlijk steeds groter worden. Ja, en gaat dat eindeloos door? Is daar een probleem? Dat hangt van je wereldbeeld af. En dan kom je dus op hele fundamentele discussies terecht, die zelfs teruggaan naar, wat is nou eigenlijk wetenschap? En wat is religie? En bestaat er zoiets als spiritualiteit? En dan, als je daar voldoende over leest en teruggaat naar de middeleeuwen, misschien wat verder terug nog, dan zie je dat daar de maatschappij hele fundamentele keuzes al gemaakt heeft. En dat heel veel mensen langs de lijnen van die keuzes denken. En de singularity is in wezen een uitvloeisel van die keuze. Namelijk dat er niet fundamenteel een onderscheid bestaat tussen mens en machine. Maar of een mens meer is dan een machine? Ja, zeg het maar. Het materialistische beeld van de mens is een uitvloeisel van de moderne westerse wetenschap. Dat is wat ik heb gevonden. Het is geen vanzelfsprekendheid. En dat er geen verschil zou bestaan tussen mens en machine, of dat die koppeling zo kan plaatsvinden. Ja, het is natuurlijk zo dat je bijvoorbeeld, zelfs tot en met onze hersenen, dat je daar hele grote delen kan vervangen. Maar is dat dan alles? Om een voorbeeld te geven waarom ik denk dat het niet alles is. Er zijn de laatste jaren onder invloed van nieuwe technologie ook weer, zijn er methoden ontstaan waardoor we het elektromagnetische veld om ons lichaam kunnen waarnemen en in kaart brengen. En daaraan alleen al kun je zien dat een mens meer is dan wat je kunt zien. Dat elektromagnetische veld is te detecteren. En je kunt ook de sterkte van die velden en de frequenties en de wisselingen daarvan zien. Onder invloed van wisselingen in de emoties. Bijvoorbeeld. En wat ik nu zeg, dat misschien zeg je er nooit van gehoord, maar het is puur te zien op foto's, op beeld.
Het is zoals het is. Een hele andere reden krijgen waarom we uiteindelijk die discussie krijgen van identiteit. Omdat waar we zeker naartoe gaan is een compleet geautomatiseerde maatschappij. Waarin wij als mensen steeds meer als machines behandeld zullen worden. En dat is waar de discussie doorgaat ontstaan. Is dit wat we willen? Zintuigen. Dus alles wat we niet kunnen zien, of horen, of ruiken, voelen, of proeven, dat bestaat in feite niet. Dat is één van de dogma's. Er zijn een aantal dogma's. Als je daar meer over wil weten, moet je iets lezen van Rupert Sheldrake. Het is een van de weinige wetenschappers die onderzoek daarnaar doet. En Rupert Sheldrake heeft een groot deel van zijn wetenschappelijke leven in India gewoond. En is daar met totaal andere levensvisie in aanraking gekomen. En hij is een van degenen die zegt van, nou, we kunnen best wel zien dat er meer is dan het puur materialistische. Alleen het puur materialistische is een van de dogma's van de moderne westerse wetenschappen. Waarvan de meeste wetenschappers zich niet eens bewust zijn. Het punt is niet dat niet bestaat, wat ik net zei, van die magnetische velden. Er zijn veel meer onderzoeken waar blijkt dat er meer is dan wat we zien. Het punt is dat het niet gefinancierd wordt. Er is geen budget voor dat soort onderzoek. En Sheldrake met zijn kleine groepje mensen, dat zijn er maar een paar. En dat is in wezen alles wat op deze wereld aan onderzoek wordt gedaan naar de niet-materiële aspecten van de mens. Het is een dogma waar je mee te maken hebt. En als wij dus de machines recht en plichten gaan geven vanuit het dogma dat zij in feite gelijk zijn aan wij, al vergeten we denk ik iets heel essentieels. Maar het zijn jullie die daar beslissingen over moeten nemen, uiteindelijk. Ja? De politiek doet het niet. Toen is het altijd zo geweest dat de meeste mensen gingen technologie gebruiken omdat andere mensen het van ze verlangden of hun adviseerden of ze zagen het om zich heen. En het waren tot nu toe alleen maar apparaatjes die de een of andere voor ons nuttige dingen gingen doen. Waarbij we nog wel moesten ontdekken hoe ze precies werkten, maar het waren instrumenten. Dus we hebben ook helemaal niet over dit probleem nagedacht. We hebben er nooit over nagedacht. En dit is de eerste keer dat we wel over na moeten gaan denken. En kijk, dit boek is in zekere zin een tijd 20 jaar vooruit, want we zitten er nog niet middenin. Maar als je kijkt naar die beurshandel, als je kijkt naar de militaire technologie, daar is het al begonnen. En het heeft dat soort lead times, totdat het in de maatschappij zich overal om ons heen openbaart. En dan is het te laat. Daarom vind ik dat die discussie nu moet beginnen. We moeten erover nadenken. En we moeten dus de optie hebben, denk ik, om bepaalde dingen te bevriezen, uit te schakelen. Als Nederland alleen zullen we dat niet kunnen. Daarom zal die discussie wereldwijd gevoerd moeten worden. En dat gaat ook gebeuren. In Silicon Valley, waar ik het net over had, waar zeg maar de bedrijven zitten die het eerst met deze technologie aan de slag gaan. Waar ik trouwens enorm veel bewondering voor heb trouwens. Voor hun vermogen om nieuwe technologie in de wereld te brengen, waar we allemaal van geprofiteerd hebben. Maar het maatschappelijke verhaal, dat speelt daar niet. En kijk, zelfs om die technologie te kunnen benutten, hebben we een maatschappelijke component nodig. Dus als we alleen maar de positieve kanten van die technologie willen benutten, zullen we op een gegeven moment moeten denken aan dingen als een rechtspositie. En ook dat verhaal zit er totaal niet in, op dit moment.